kan meisjes genoeg krijgen, hoor. Dus wat dat betreft... Breda Nu. Je weet het meteen. Ja, en vanuit de Stekmarkt gaan we nu naar Overslag. Vliegen we over naar Overslag. En ja, ik zou zeggen, we gaan eens eventjes, we gaan even een kijk nemen. Hey, het Overslagfestival, wat kun je erover vertellen? Het is een festival wat in heel Belkumgebied eigenlijk wordt georganiseerd, het havengebied. Met 6 verschillende locaties dit jaar in samenwerking met Breda Foto. Er zijn hier verschillende exposities te zien op het terrein. En overal zijn bandjes, we hebben ook een theatervoorstelling, een dansvoorstelling. Allerlei verschillende dingen. En we gaan straks met een tour van locatie naar locatie. 3, 2, 1. Hey, en dit is het eerste jaar dat jullie dit festival organiseren? Dit is het tweede jaar. Voor mij is het de eerste keer. Maar 2 jaar geleden is het ook geweest. Ook met Breda Foto. Het slotweekend eigenlijk. En een groot succes? Ja, zeker. Hey, maar speciaal hier voor het Overslagfestival of eigenlijk gewoon... Nee, ik woon hier dus hier zo in de buurt en zo. Dus vandaar, dus ik ben eigenlijk bijna altijd hier. Hey, kwam ik jou niet net tegen op de fiets? Ja, ik moest natuurlijk even zo naar buitenkant promoten. Maar het is gewoon een topband uit het mooie dorpje Prinsenbeek. Ja. Maar jij bent hier alleen voor deze band of voor anderen? Absoluut, alleen maar voor deze band. Wat heb je aan je vingers? Hey, Overslagfestival. Ja. Vertel! Ik vroeg me net af wat dat inhoudt. Ja, ik kan meisjes genoeg krijgen, hoor. Dus wat dat betreft... Breda Nu. Je weet het meteen.